Thailand wil dat Groot-Brittannië oud-premier Thaksin uitlevert. Thaksin woont in Groot-Brittannië. Dinsdag veroordeelde het Thaise Hoge Rechtshof Thaksin tot 2 jaar cel wegens belangenverstrengeling. Hij zou een rol hebben gespeeld bij een omstreden aankoop van een stuk land door zijn vrouw. Een groep aanhangers van de oud-premier protesteerde voor het Hoge Rechtsgebouw tegen de uitspraak. De Thaise hoofdaanklager zei dat een kopie van een vonnis van het Hof naar Groot-Brittannië wordt gestuurd. Thaksin liet weten dat het vonnis voor hem niet als een verrassing kwam en dat de politiek was gemotiveerd. Het leger zette hem in 2006 af tijdens een staatsgreep.